tragische dageraad. Want hier in de ganse Keersmerk, in de ganse Keersstad Valkenberg, komen onze drung van Gulpenaar naar het hart van het Heuvelland en door hun product tentoon te spreiden, te openen, het vaat dan en met de tap. En te laten zien dat veel in de regio leven wat niet alleen groot wonen is, maar wat veel weten wat smaak is. Maar niet alleen wat smaak is, duurzaam, duurzaam. De gezondheidsregio, dat is Zuid-Limburg. En door vrienden met z'n allen. En dan mogen we het best wel eens een keer knipogen. En een beetje enchelen en een beetje vrijgelen. Maar veel hebben, samen gaat met één. En dat zit in dat woord, wintervroeg. Dat is wat ik verbind. In de winter krijg je daar een warm gevoel van. Het is een kwaliteitsbeer, dus niet zoveel achter elkaar, maar gewoon genieten van het leven en genieten van dat glaas dat ze hangen, waar zoveel eigen vakmanschap en leven achter zit. En dat zit je ook als je met dit geluid aan de vaten, wanneer ze zo'n vaat zegt, ja dat is verknipt. Maar dan is het dus echt niet, maar het is gewoon om u te stimuleren een gevoel te hebben voor de kwaliteit, de eigenheid en de wintervrucht die vandaag door Gulpenaar Bierbrouwerie, de meest duurzaamste brouwerie van gans Nederland, hier in het hartje, wordt geoffreerd. Ja John, dat heb ik zelf aangedoen met Toos en met al die medewerkers. Weer zijn in Valkenberg, ook gewets op u. Proficiat. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Ik wil het woord nog even geven aan onze winterkoning. Die gaat ook nog wat vertellen. Meneer de burgemeester, geachte aanwezige onderdanen. Leuk dat jullie hier vandaag zijn gekomen om getuige te zijn van dit historische moment. Een historisch moment waar wij nog jaren naar zullen terugkijken. Wij gaan zometeen aan de burgemeester, die zojuist nog een onderscheiding uit mijn zak, een koninklijke onderscheiding, uitgereikt heeft. Gaan wij nu iets uitreiken waar hij koninklijk plezier aan zal gaan beleven. Maar dat wist u zelf ook al, burgemeester, getuige uw woorden van zojuist. Het doet mij genoegen om samen met de kerstman, meneer de kerstman, zou u misschien alvast die buiging willen maken richting het vaatje. Richting het vaatje, want we hebben dat 10 keer gerepeteerd. Maar de kerstman is zo bezig met cadeaus en hij heeft dorst. Is het vaatje of zijn vaatje? Nou, wij verdenken hem ervan dat hij altijd een vaatje bij zich heeft, inderdaad. Meneer Jullings, het doet ons dus genoegen u het eerste vaatje te overhandigen. En mede u dit boekje, ook dit hebben we allemaal gerepeteerd, met de titel Puurzaam uit te reiken. Meneer de kerstman, waar is het vaatje? Is het al aangesloten? Oh, dan zou ik de burgemeester willen vragen om het eerste glaasje. Nou, eigenlijk had ik voorgesteld dat jullie het samen even aantappen, de kerstman en de burgemeester. En u, en ik denk dat John daar ook even bij moet zijn. Bovenop de wagen. Dat is een voorstelling. En ik wil ook alvast van de gelegenheid gebruik te maken om Henk en Marijke van Montagne Le Monde te bedanken dat wij hier mogen zijn vandaag. Applausje voor Henk alvast en Marijke. Hey! Sorry, Marijke en Henk moet ik zeggen. Welke kan is? Die? Oké. Zal ik de knop vasthouden? Nee, dokter. Henk moet wel blijven staan op de foto. Oeh, het vergeet net niet. Oh, ho, 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 ho. Hey! Dames en heren, de eerste wintervriend voor de burgemeester. Kijk eens. Ah, geweldig. Hey, wat ik aan het meneer de winterkoning, dan moet wel zo'n mooi dingetje om. Als het goed is, staan die er ook daar. Als ik geweten had dat hij van mij wou, ook een beter getapt. Ja, moet ik even wachten. Ik geef ook nog even de microfoon aan onze directeur John Hammers. Peer, jongen, doe stuurt me een beetje werk, dat kan toch niet? Nee, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van onze burgemeester in Valkenburg. We zijn er als Kopen en Kruidje op dat die gast mogen zien. Prachtige plek, de kerststad, deel van Limburg, maar geen vakantie.